Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken is in de Nationale Assemblée ingegaan op de besluitvorming ten aanzien van de vaststelling van de datum van Eid al-Fitr. De bewindsman maakte van de gelegenheid gebruik om PL-fractieleider Paul Somaharjo van repliek te dienen. Somaharjo had tijdens een spreekbeurt bepaalde zaken aangehaald die de minister als verwrongen denkbeelden en leugens typeerde. Zo zou Somaharjo gezegd hebben dat Noor Salim alleen de naam van moslim draagt. Zover is het geacht lid gegaan om dit in deze Ramadanperiode te gebruiken, een fout, een omissie in de datum, en niet tijdens het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar tijdens de organisatie. En het is gebruik om op een bepaalde politieke manier de gemeenschap een beeld van die regering te doen scheppen. Waarbij die regering in de besluitvorming geen rekening houdt met de organisaties. Wanneer we praten over beleid op het ministerie van Binnenlandse Zaken, voorzitter, dan is het jaar en dag en niet nu. Ook mijn voorganger heeft een bepaalde democratische principe gehanteerd. Welke ik verder hanteer. En is dat wij bij het bepalen van de dag op de eerste plaats de drie grote organisaties, moslimorganisaties, aanschrijven ten aanzien van de dag. Omdat het niet het ministerie, de minister van Binnenlandse Zaken is die de datum bepaalt. Let u op het woord bepalen. Noor Salim haalde verder aan dat de moslimorganisaties op basis van calculaties en waarnemingen de dag bepalen. De bewindsman zei dat hij na het ontvangen van de informatie van de drie organisaties de beschikking heeft getekend. Hij benadrukt echter dat het ministerie geen bekendmaking de deur heeft doen uitgaan. Er is een verschil tussen een bekendmaking, ook dat wil ik, en we weten dat we nooit te oud zijn om te leren. Zo wil ik ook dit meegeven aan het geacht lid, dat hij ook nu kan leren wat het verschil tussen een bekendmaking is, met een bepaald format, en een afschrift van een beschikking. Eén der organisaties heeft bij het ontvangen van de afschrift van de beschikking op social media of Facebook geplaatst. Waardoor de gemeenschap dat heeft gezien als een officiële bekendmaking. Terwijl een afschrift van een beschikking slechts een informatie is voor de organisatie zelf. Het is een interne stuk. En geen bekendmaking. Alvast één zaak waarmee we rekening moeten houden. Voordat wij de bekendmaking hebben weggestuurd, ben ik gebeld geworden en er is gevraagd dat ik MMS, Majlis Muslim Suriname, als ik ze kon ontvangen, omdat zij bij het vaststellen van de dag een omissie hebben begaan, voorzitter. Tot zover minister Noor Salim van Binnenlandse Zaken, die aangaf dat er rekening is gehouden met het groter plaatje. De datum van 5 juni is namelijk vastgesteld door de meerderheid van de moslimorganisaties. Hij wees er met nadruk op dat het ministerie via de bekendmaking de datum heeft vastgesteld en niet zelf heeft bepaald.